een hele oude fiets. Gedateerd van ergens rond de Tweede Wereldoorlog. Ik fiets er nog dagelijks mee en ik neem hem nu mee naar Landewee. Daar werkt Eddy Tanke, een fietsenmaker die al 50 jaar in dat vak zit. Dus hij is begonnen met dit soort fietsen. Ik ben heel benieuwd wat hij nog van die tijd weet. We gaan. Fietsenmakersvak terechtkomen? Geen idee meer. Ja, je moest ergens beginnen en je solliciteerde. Het werk lag ook niet voor het oprapen. Dus we hebben het over de jaren. Ja, kijk hoor, 50 jaar geleden. Ja, toen waren wij 15, ja. Dus dat is echt een hele poos terug. Dus je probeert alles maar op te pakken waar je, ja, wat mogelijk is en kan. Ja. Nou, en je moet de klik ermee hebben en dat had ik eigenlijk wel. Want je hebt net mijn fiets aangerepareerd. Nou ja. Ja, nou, dit komt zo nog niet goed. Daar moeten we wat anders voor verzinnen. Ja, ja. Maar het is een hele oude fiets. Ja, ja, die is al 40, 45, schat ik. Wat denk je, 45? Ja, zo ongeveer. Ja. Met dit soort fietsen ben jij begonnen? Ja, ja. Met de verlichting nog weer niet, met snoertje de laatste ding worden ze alles met batterij. Ja. Alles op batterij. Ja, niks, geen snoertjes meer. Plus toen had je alleen maar zwarte fietsen. En later kwam daar groen, bruin en grijs en noem maar. Toen dacht je van, dat wordt nooit verkocht. Wat maakt dat vak zo mooi? Het is afwisselend, hè? Het is niks is hetzelfde, alles is anders. Nee. De klanten en noem maar op. Ja, het is heel erg verschillend. Ja. Toen kwam net iemand je feliciteren of ja. Misschien je een cadeautje geven als afscheid. Ja. Ja, dus je bouwt ook echt wat op. Hè? Ja, ja, ja. Je gaat al zoveel jaren met klanten om en dezelfde klanten, weet je wat is dat? Wanneer je het goed doet, komen ze ook terug. En dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Ja, en af en toe hoor je dan ook wel van, doe het goed hoor, ja. Weet je niet, ja. Dat is wel leuk. Ja, snap ja. Ik. Maar het is wel zo dat de moderne jongens tegenwoordig met spies, ze weten niet meer hoe ze eruit en in moeten. Dat is wel iets aparts. Hier zitten nog losse kogeltjes in, ook in de pedalen, in de trappas, noem maar op. Tegenwoordig allemaal vaste lagers. Dus het zit allemaal heel anders in elkaar. Ja. Dus, ja, dat is echt wel een verschil. Ja, nou, en dan de sloten tegenwoordig dat het allemaal anti-diefstal moet zijn. Het is bijna allemaal elektrisch. Ja. Dat is nog maar 1 op, wat zou ik zeggen, 1 op de 10. 10 elektrisch ding, 1 gewoon. Zo kun je het wel bijna stellen. Vroeger zijn ze altijd, iedereen kan nog wel fietsen maken, maar dat is tegenwoordig niet meer, dat kun je wel vergeten. Ja. Hey, en nu, Eddy, wat ga je doen? Genieten. Maar dat heb jij volgens mij 50 jaar lang gedaan, als ik jou zo hoor praten. Nou ja, het was wel pokken, altijd. Maar dan heb ik er eens met de kinderen en kleinkinderen toch, ja, er nog een paar genieten. En mijn vrouw natuurlijk. Ja. Blijf je nog sleutelen aan fietsen? Of, Nou, dan moet dat wel toevallig weer. Nou, zelf wat kapot hebben of toevallig iemand uit de buurt, maar verder, nee. Normaal, dan nee. Dat denk ik niet.